13 november. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik was een tijdje geleden al klaargemaakt, want ik had om 11 uur al een afspraak. Verder niet echt noemenswaardig om het daarover te hebben. Gewoon een beetje een gesprek, verder niet heel bijzonder. Mijn statief is een beetje naar de Filicijn, dus ik moet echt een andere gaan kopen, want hij heeft een breuk volgens mij. Hij wil niet echt, de camera wilde niet echt lekker meer op. Dus dat is een beetje lastig. En hij valt ook nog wel eens. Maar ik kan hem ook niet meer inklappen. Maar dat moet ik dus wel weer gaan doen. Ik heb al boodschap gedaan. Die zal ik jullie zo even laten zien. Dus gisteravond is er nog wat gebeurd. Ik hoorde namelijk vanaf 5:30 gisteravond een hond blaffen. Ik ben geen hondenkenner. Ik weet niet wat normaal is voor een hond qua blaffen of wat dan ook. Alleen het klonk niet heel goed. Hij bleef aanhoudend blaffen. En ik had mijn moeder even aan de telefoon. Ik heb mijn telefoon altijd op luidspreker staan als ik bel. Want ja, dat vind ik prettig. Dus dan heb ik mijn handen vrij. Dan kan ik ondertussen wat dingen doen. En mijn moeder zei, god, dat klinkt niet helemaal goed. Ik zei, ja, wat moet ik ermee? En ze zei, gooi het even in de groepsapp. Dus dat had ik gedaan. Ik had het in de groepsapp gegooid. En Nathalie zei van, politie bellen. Ja, ik vond dat best wel een dingetje, want ik heb dat nog nooit gedaan voor zoiets. Maar ja, ik wist niet wat er met die hond aan de hand was. Kijk, voor hetzelfde geld was hij in nood of zo. Ik wist het gewoon niet. Dus ik had toch voor de zekerheid even gewoon meer voor inlichtingen naar de politie gebeld. Van nou, hè, dit is er aan de hand. En ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. Verhaal een beetje uitgelegd. Nou, toen zei ze van, ze moesten even overleggen of het wel iets voor de politie was. Of dat het toch iets voor de dierenbescherming was. Toen zei ze uiteindelijk, nou, als er toch mensen in de buurt zijn van de politie, gaan ze wel eventjes kijken. Want ja, als hij echt, hij was toen al ruim een 3 kwartier aan het blaffen toen ik de politie aan de telefoon had. Ze zegt, dat is gewoon niet goed. Uiteindelijk stopte het blaffen rond 7:15. Dus ik weet niet hoe het verder is afgelopen. Ik weet niet of de hond uiteindelijk in nood was. Of er echt iets aan de hand was. Maar in ieder geval, het stopte om 7:15. Dus toen, ja, of er hulp is gekomen. Ik weet het niet, maar het was gestopt. Dus ik hoop dat er niks met die hond was. Want ja, je trekt het je toch aan. Want ik hou heel erg van dieren. En ondanks dat ik zelf geen honden heb, vind ik het toch zielig als zo'n beestje aanhoudend blijft blaffen. Dus dat, ik heb voor de rest mijn nieuwe trui van de Primark. Hij schijnt wel een beetje door, zoals je kan zien. Maar hij zit wel heerlijk warm. Een beetje spijt omdat ik eigenlijk niet meer kleurtjes heb gekocht. Ik heb er nog wel een zwarte, maar ik had er eigenlijk nog wel een paar bij willen hebben. Want hij zit echt super lekker. Maar ja, als je een wit hemdje of zo eronder zou doen, zou het denk ik mooier zijn. Ik heb er toch altijd een hemdje onder, dus op zich is het doorschijnend niet heel erg. Ik zal even de boodschapjes pakken en dan zal ik jullie die even laten zien. Dan ga ik daarna aan de schoonmaak hier. En verder trouwens, qua televisie heb ik gisteravond Paleis voor een Prikkie gekeken en Home Alone. Ik zeg elke keer Huis voor Kinderen, maar het heet Home Alone. En wat had ik nog meer? Oh ja, gewoon Glee en Rex. Goed, de boodschap. Ik was allereerst even bij het kruidvat en daar heb ik deze nail tape peel opgehaald. Dit is een nieuw product. Ik had dit in de folder gezien. Dat was eigenlijk vorige week met Nathalie al naar op zoek. Wat is dit? Als je je nagels lakt, ik kan nog nooit heel netjes. Ik heb altijd hier rondom, heb ik altijd, ja, plekjes. En ik haal het gewoon altijd weg met een wattenstaafje met wat nagellak remover. En op zich werkt het prima, maar ik krijg nooit alles heel netjes. En dit kun je dus langs je nagelrand plakken. En aanbrengen, dat droogt hard op. En als je dan knoeit, dan komt het op die tape. Hier op de zijkant kun je zien hoe het werkt. Je brengt het aan, je lakt je nagels en uiteindelijk trek je het eraf. Dus met een pincetje moet je het weghalen. Ik was hier wel heel benieuwd naar. Het kost 3 euro, dus ik dacht, ik wil het wel een keer proberen. Er komt nog een reviewtje van over online op mijn blog. Maar als dat zover is, zal ik dat eventjes laten weten. Want ik moet het eerst even testen voordat het een review van online komt. Maar ik ben wel heel benieuwd naar dit. Ik heb gehaald. Koffiepads, het waren weer XXL weken, dus ze hadden weer de koffiepads. Ik heb er even de mokka koffiepads gehaald. Ik heb wat granten. Ik heb spekreepjes gehaald.
vuilniszakken die waren echt heel erg hard nodig. Want mijn vuilniszakken die waren op. En die was ik vorige week vergeten. Toen dacht ik chips. Dus nu heb ik die maar even gekocht. Ik heb een pakje gehakt. Ik ga morgen even een soepje maken. Dan heb ik voor zondag lekker riblappen. Je had ook andere in de aanbieding. Maar ik vond deze vind ik toch lekkerder. Je hebt volgens mij twee grote. Is het zijn net zo? Ja, maar zijn er twee? Ja, het zijn twee lappen. Dus dan kan er weer één in de vriezer. Dan heb ik dit gekocht. En dit is een LED window decoration. Het is eigenlijk al wel voor de kerst. Ondanks dat ik zelf niks doe aan kerst, vind ik de decoratie altijd wel leuk in huis. Ik dacht, misschien is dit wel leuk voor het zijraam bijvoorbeeld of in de keuken. Het is een kerstmannetje. Ik kan er wel even uit. Ik zal even dit openmaken. We hadden ook een soort, ja, meer sneeuwvlokje leek het en een kerstboompje. Maar ik vond deze toch wel het leukste. Even kijken hoor, hoe dit zit. Oh, het gaat op batterijen. Oh, wat handig. Je kunt hem gewoon klemmen. Aan, er zit een zuignap aan. Hij is wel heel klein. Hij is wel heel schattig. En dan kun je hem zo ophangen. Ik kan hem alleen. Wat ik heel nice vind, is dat er ook gewoon batterijen bij zitten. Ik dacht, anders ga ik hem even aandoen. Maar dat wordt hem nu dus niet. Hier is het batterijdingetje. Maar dat zien jullie dan tegen de tijd wel als ik hem ga ophangen. En je kunt hem gewoon op, aan en uitzetten. Ik wist niet dat hij op batterij. Oh, er zit gewoon een timertje soort op. Een soort timertje zit erop. Dus dat vond ik wel heel erg tof. Ik heb ook al een soort ster, zeg maar. Die gaat gewoon echt op elektriciteit. Maar dit is wel ideaal. Nu kan ik hem overal neerhangen. Want ik dacht, ja. Ik zat wel even te denken. Maar dit is natuurlijk wel super handig. Als we nu de batterij wel snel opzetten. Maar ik vind het wel heel netjes dat de batterij bij zit. Dat maak je niet vaak mee. Even kijken hoor. Stond dat ook achterop? Zes uur timer. Oh, hij gaat gewoon 6 uur lang brandt hij dan. Inclusief alkaline batterijen met een lange, een lege stuur en een handleiding. Nou, is het niet geweldig? Ik ga gewoon naar boven. Waarom krijg je, en dat is altijd weer zo'n drama, je krijgt het nooit netjes meer terug in de doos. Maak je het open. We dwalen af. Dan heb ik ook nog even vochtig toiletpapier gekocht. Vind ik altijd fijn om in huis te hebben. Schnitzels voor vrijdag. Kattenvoer. Dat komt eigenlijk elke week wel terug. Chocomel. Aardappelschijfjes. Slaapwinken. Voor in mijn potje heb ik kruidnootjes. Want dit potje wat hier op tafel staat was leeg. En ik dacht, nou dan kan ik er wel kruidnootjes in doen. Dus ik heb gewoon een heel klein zakje van 250 gram. Kost 60 cent. Ik dacht, nou, dat ga ik er ook op. Dat ga ik er ook in doen. Hoop niet dat Nathalie een hele potje leeg heet als ze komt. Nee, een grapje, Nathalie. Boontjes, die waren in de aanbieding. Een hele grote zak met friet. Oeh, dit wordt nat. Koffiecupjes. Suiker. Tandpasta van de Pro Glazuur. Broccoli. Tomatenspul voor in mijn soep. Soep. Een shootje. Er komt een appje binnen. Ik raak gelijk een beetje van mijn appel van. Even een shootje. En als laatste hadden ze de Glorix weer naar aanbieding 1 plus 1. Dus heb ik ook even 2 van ingeslagen. Ik ga even mijn boodschapjes opruimen. En dan ga ik daarna eventjes mijn watertje maken. En dan ga ik hier aan de schoonmaak. En dan ga ik jullie gewoon bijzetten. En daarna ga ik editen. Dus even kijken hoe ver ik ga komen. Thank you.
huisje is schoon. Ik zit wel een beetje laag, want ik heb even de stoelkussentjes in de wasmachine gedaan. Want die waren heel raar. Die kreeg ik bijna niet meer schoon. Dus laag. Het is nu wel wat harder, dus daar moet ik even aan wennen. Ik ga nu even editen. Ik heb even het statief in de hoek gezet. Die staat nu daar. Ik weet niet of je het kunt zien. Ik heb hem even hier neergezet. Even opgeruimd, daar staat het vaak wel in de weg. Dus nu ga ik eventjes een begin maken met de vlog. Ik denk dat ik hem vanavond af moet maken. En dan kan ik hier verder toch niet bij zetten. Dus dat ga ik nu even doen. Het voelt wel weer lekker dat alles weer fris is. Dus ja, daar word ik altijd wel weer blij van. Dus dat ga ik nu even doen. Zo, Kartje is net gegeten. Ik ben al bij maandag met de vlog. Dus het is niet zo heel veel werk meer vanavond. Vind ik ook wel lekker. Het spannende is natuurlijk wel weer even het renderen en het zeven. Gaat het goed? Ik heb wel alle bestanden nu gewist die ik had staan, die ik niet meer nodig had. Dus dat was wel prettig. Ik had even een koude rilling. Het was heel gek, want toen ik thuis kwam vanmiddag, ik hoor geluid, was de verwarming echt, was hier gewoon lekker warm. En nu was het toch wel weer afgekoeld. Dus ik heb nu de verwarming even wat aangedaan. En mensen vonden dat mijn haar leuk zat. Ik had gewoon zo'n staartje, zeg maar. Ik vond het ook wel een keer wat leuk, een keer wat anders. Dus daar ga ik vanavond gewoon nog even mee verder. Ik moet nog eventjes een artikel schrijven ook. Dus even een reviewtje. En die foto's zijn verder gewoon al klaar. Vanavond kijk ik het perfecte plaatje. En ik denk dat ik even verslaafd terug ga kijken. Mits het weer een herhaling is, dan ga ik voor de sleutel. Maar dat moet ik even kijken. En ik zag nu ook dat je op NPO... Ja, dan weet ik even dus niet hoe die zender heet. NPO Best? Ik weet het niet. Maar daar komt dus momenteel onderweg naar morgen op. En dat vind ik s'avonds nog wel eens leuk om te kijken. En daar heb je nu dus ook smeres op. En dat wilde ik eigenlijk altijd al volgen. Dus alleen even de vraag is vanaf seizoen 1. Want anders heeft het niet zoveel zin. Want anders snap ik er helemaal niks van. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker chillen. Straks even douchen en eten. En even, ja, mijn dingetjes verder doen vanavond. Ik heb ook niet zo heel veel batterij meer. En ja, dan ga ik jullie morgen gewoon weer zien. Want ik heb het volgende dag wel weer eventjes gehad. Ik ben druk geweest. Ik vind dat ik goed bezig ben geweest. Dus genoeg voor vandaag. Ik zeg tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 14 november. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zometeen een video opnemen. En daarna ga ik denk ik even mijn keuken een beurt geven. Want ik moet zeggen, ik heb daar niet echt een ritme in. En ik maak hem uiteraard elke avond naar het koken, maak ik hem gewoon schoon. Maar ja, zoals de tegeltjes en zo, weet je, dat zijn van die dingen. Ze zien er nu niet uit. En dat moet gewoon even goed gebeuren. En even de airfryer van zijn plek, mijn koffiezetapparaat van zijn plek, dat soort dingen. Dat je gewoon lekker een dokje eroverheen kan halen. Ik zou even mijn gootsteen eigenlijk eventjes moeten doen met schuurmiddel, zodat hij weer lekker glimt. Ik hou daarvan en ik wil eigenlijk ook weer even wat meer ritme aanbrengen. Dat ik toch s'avonds mijn vaat niet hoef te laten staan. Want dat is er zo ingeslopen eigenlijk. Het is zo lekker als het gewoon leeg is. Maar ja, dan zijn dingen vaak nog niet droog. Oh ja. Ik had gisteravond, ik heb een nieuw e-mailadres aangemaakt. Omdat het e-mailadres van wat ik nu gebruik, zeg maar, voor privé. Ik bedoel, het e-mailadres voor mijn blog en hoe je me op YouTube kan bereiken, dat staat gewoon openbaar, zeg maar. Maar mijn privé e-mailadres, die had ik gewijzigd. En die gebruik ik dus ook voor de Apple dingen. Zoals de App Store en zo. Maar die moest dus gewijzigd worden, omdat ik een e-mailadres gebruikte die nu nog bij mijn provider hoort. En die valt over, nou, ik denk een maandje ongeveer weg. Ik krijg een appje van Nathalie is ziek. En ja, ze weet niet. Ze is heel koud thuisgekomen. Dus ik had gevraagd of ze ook koorts had. Ze ging weer plat, want ze was helemaal niet lekker in de dom. En had ze gisteravond al, ze ging vrij op tijd naar bed. Ze zat met twee kleden op de bank en ze had het nog hartstikke koud. Dus, maar ze was nog niet echt opgeknapt. Het scheelde wel dat ze nu even twee dagen vrij was. En alleen zaterdag nog even hoefde te werken, een half dagje. Dus ja, even kijken of ze een beetje opknapt. Maar goed, ik dwaalde af. Ik was bij die keuken. Ja, ik eet. En ik weet ook niet of dat komt met dat je toch met katjes zit. Ondanks dat ze eigenlijk niet heel veel op het aardig komen. Ja, het ziet er gewoon allemaal even niet uit. Eigenlijk wil ik dat wel even gaan doen. Maar ja, zometeen het belangrijkste is de video. Gisteravond heb ik het perfecte plaatje gekeken.
Oh, ze moesten dieren fotograferen. Dat moesten ze dan van onder doen, zeg maar. Dus een dier die kwam op een glazen plaat staan. En dan moesten we van onder een foto nemen. En ze hadden ook een vogelspin. Nou ja, ik ben natuurlijk als de dood voor spinnen. En ze gingen me ook vasthouden. Ik dacht, oh, dan kreeg ik kriebels over mijn lichaam. Ik dacht, wat erg, vreselijk. Nou ja, zoals je hoort ben ik nog steeds een beetje verkouden. Ik heb ook weer meer last van mijn oor. En ik heb nu een beetje zeer hoog. Met de kou komt mijn oorpijn sneller terug. En dat merk ik nu gewoon heel erg, dat ik daar heel erg weer last van heb. Ja, dat hoort gewoon wel een beetje bij. Dat hoort gewoon wel. Dat is wel echt een deel van mijn leven. Maar het doet wel, ja, dat doet echt pijn. En ik had ook wel last van met slapen. Want ik lag erop en dacht, nou, dit voelt niet echt lekker. Maar ja, ik kan er niet zo heel veel aan doen. Omdat, ja, vaak is het, ik heb als kind wel veel ontsteking gehad. Maar ik denk niet dat dat nu aan de orde is. En dan kreeg je wel weer druppels. Alleen, het werd op een gegeven moment bij mij een beetje chronisch. Dat ik die druppels uit voorzorg ging nemen. En ja, dat hoort natuurlijk niet. Op een gegeven moment kreeg ik ze ook niet meer. Maar nu begint het weer een beetje op te spelen. Het is alleen bij mijn linkeroor. Dus op hoop van zegen dat het gewoon weer wegneemt. Ik hoef nu de komende dagen sowieso niet naar buiten. Dus echt kou krijg ik nu niet mee. En naar het perfecte plaatje wilde ik eigenlijk verslaafd kijken. Maar ik dacht eigenlijk dat het een herhaling was. En omdat ik Peter van der Vorst zag. En ik dacht, hij presenteert niet meer. Maar ik had het dus fout. Het is wel een nieuwe aflevering. Want het wordt dus wel gecombineerd met Peter van der Vorst en Ewout Genemans. En dat wist ik niet. Dus die ga ik dan morgenavond naar Flikker Rotterdam wel kijken. Morgenavond is daar ook de laatste van. Ik weet niet of er een vervangend iets voor komt. Ik ben zelf geen Voice of Holland volger. Dus dat kijk ik verder ook niet. Dus dat kan dan morgenavond. Goed, ik ga even de stofzuiger er doorheen halen. En dan ga ik daarna eerst even de video opnemen. Dan is dat in ieder geval klaar. Nu is het ook aardig redelijk. Met het weer heb ik geluk. Het is niet echt zonnig. Dus als het goed is zit ik nu ook qua licht wat beter. Zodat ik niet hopelijk niet weer overbelicht ben. Ik ga stofzuigen en dan ga ik eerst de video opnemen. Zo, video staat erop. Het heeft even iets meer tijd in beslag genomen dan ik eigenlijk in gedachten had. Maar nu ga ik even mijn keuken onder handen nemen. En ik ga jullie daar gewoon even bij zetten. Dus ik hoop dat ik aardig ver kom. Ik heb de stofzuiger nog staan. Dus ik kan ook even het aardig even afzuigen. Dus ja, ik ga een muziekje aan doen en dan ga ik daar aan beginnen. Zo, ik ben klaar met alles. Mijn batterij van mijn camera was het hele stuk film even met mijn telefoon. Het had toch meer batterij gekost, maar dat snap ik wel. Want die video opnemen kostte best wel veel batterijen. En dan ook nog de dingen in de keuken. Maar ik neem jullie even mee naar mijn keuken. Wordt een beetje lastig. Ik heb net even soepballetjes gedraaid. Dus ik heb hier nu een nieuwe afwassteltje staan. Die roze. Dit is dan die afwasbak. Die ga ik ook gebruiken. Dit heb ik lekker schoongemaakt. Al mijn muren zijn schoon, mijn apparaten. Hier heb ik ook nog schoongemaakt. Nou, deze helemaal. Ik ben eigenlijk wel weer een voldaan mens. Dit karretje ook helemaal. God, het is toch wel lastig hoor, met je telefoon. Dus ja, ik ben eigenlijk wel heel tevreden met een schoon keukentje. En eigenlijk ben ik er helemaal niet zo lang mee bezig geweest. Dus ik zou hier eigenlijk gewoon een ritme in moeten aanbrengen. Ik ga nu nog even lekker zitten, even wat drinken, straks douchen en dan een soepje maken. Want ik had dus, zoals ik al zei, soepballetjes gedraaid net.
En dan ga ik voor de rest een beetje, ja, vanavond redelijk relaxen. Vanavond kijk ik SBS6, want je hebt de handhavers en daarna kijk ik meester Frank Visser. En ik moet foto's bewerken en mijn eigen serietjes, dus dat is het eigenlijk wel. Ik ga die dan morgen gewoon zien, want ik vind dat ik genoeg heb gedaan voor vandaag. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 15 november. Welkom in dit donkere huis. Nou, jullie zien het niet, want ik heb de belichting even aangepast. Ik ben klaargemaakt en ik ga zo de slaapkamer doen. Zul je wel net zien, ben ik niet helemaal fit vandaag. Dagen gaat het goed. Maar ik heb al een paar dagen last van een hoesje. En het is vooral 's avonds. En nu heb ik weer het gevoel dat ik moet niezen en het lukt niet. Maar normaal gesproken is het dus vooral 's avonds. Maar nu de laatste dagen had ik er meer ook overdag wat last van. Alleen ik kan niet echt lekker doorhoesten, zeg maar. Ik merk gewoon dat er wat vast zit. En niet kan eten of wat dan ook. Ja, hoe leg je het een beetje normaal uit? Je merkt gewoon dat er wel slijm of zo zit. Maar het komt niet echt eruit. Dat vind ik een beetje lastig. Maar goed, daar heb ik dus wel last van. De verkoudheid gaat ook nog steeds niet op. Maar ja, dat is verder ook geen nieuws. Gisteravond heb ik Handhavers gekeken. En Meester Frank Visser. En daarna gewoon weer een aflevering Klee en Rex. Wat ik echt. Ik begin ook weer te trauma. Hij gaat lekker. En nee, ik ben niet verdrietig. Dit komt gewoon. Dit heb ik heel vaak. Oh, dat is niet belangrijk. Dat was super spannend, want ze moesten iemand oppakken in een vliegtuig. En Rex zat in dat vliegtuig. En diegene, zeg maar, die ze moesten hebben, want Rex die zat dus achter een dader aan en die sprong in dat vliegtuig. Dus Rex achter in dat vliegtuig. Toen moesten ze dus dat vliegtuig zien te stoppen, want die dader was eruit gevlogen. Dus toen moest het baasje van Rex moest in dat vliegtuig klimmen op de vleugels. Nou, ik vond hem even heftig. Ik denk, als dat maar goed gaat. Maar uiteindelijk kwam het natuurlijk gewoon goed, gelukkig. Ik heb ook wat foto's bewerkt. Is helaas nog niet helemaal af. Ik moet nog één foto sowieso bewerken. En nog even de foto's van mijn telefoon importeren. Voor de review die ik vanavond moet schrijven. Maar de laatste tijd gaat dat gewoon niet zo makkelijk. Want Tijgertje zit trouwens heel graag bij me. Ik heb echt knuffelkat en daar ben ik heel dankbaar voor. Vind ik heel fijn. Alleen als ik op de laptop bezig ben, gaat het niet zo lekker. Nou. En Tijgertje die gaat dan heel hoog zitten. Die gaat dan precies op mijn arm zitten van, ik wil niet dat je nu wat doet. Ja, dat moet gewoon. En af en toe denk ik van, nou Tijgertje, ga maar even aan de kant. Maar ja, dat doet ze dan weer niet helaas. Dus dat is een beetje lastig. En voor de rest, ja, is dat het wel. Ik ga nu in ieder geval even hier op een stofzuigen. En dan ga ik ze even een sopje maken. En dan ga ik in de slaapkamer aan de gang. En ik ga jullie er gewoon bij zetten. Zo, alles is klaar. Ik film even mijn telefoon, want mijn kaartje zit vol. Die moet ik straks gaan legen. Maar er staan ook de beelden op voor de video van morgen. Dus dat komt goed uit. Nou ja, het is gewoon lekker weer een schoon bedje. Dus ja, ik ben tevreden. Ik ga nu nog even lekker chillen, want ik ga nu verder niks meer doen. Straks ga ik
eten. En vanavond heb ik gewoon GTST en Utopia en Flikker Rotterdam, de allerlaatste aflevering. Vind ik heel jammer, maar ik kijk er wel naar uit, omdat ik denk dat het heel spannend wordt. En daarna kijk ik denk ik even Verslaafd terug. En ja, mijn eigen serietje is Kleber eventjes en relax. Dus dat wordt eigenlijk een beetje mijn avond. En artikels schrijven, een paar foto's nog bewerken en mijn video in elkaar zetten. Dus het wordt een druk avondje, maar op zich vind ik het niet erg. Ik ga jullie dan morgen ook gewoon weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 16 november. Ik ben klaargemaakt. Sinterklaas is weer aangekomen. Ik heb daar zelf niet zoveel meer mee. Ik ben natuurlijk al volwassen. Dus. Maar ik hoop toch dat alle intochten die er zijn, dat die goed mogen gaan zonder dat er gezeur komt van demonstraties en dat soort fratsen. Ik heb weer een paar haren. Ik had net even stofgezogen, want ik had een tijgersituatie. Het tijgertje is heel kieskeurig bij mij. Het is namelijk zo, zodra ik, als ik brokjes geef en als ik dan zeg maar, hè, je moet het eigenlijk vergelijken. Oké, ik ga het even opnieuw vertellen, want het klinkt heel raar. Als je een zak met kattenvoer hebt, dan heb je bovenin heb je de hele brokjes. Maar hoe verder je naar beneden komt, dat worden dan kleine brokjes. Het tijgertje houdt niet van kleine brokjes. Wat dat betreft net een kind. Wat je wel eens ziet bij kinderen is dat ze bijvoorbeeld de korstjes van brood niet lekker vinden. Het tijgertje houdt niet van kleine brokjes. Heel erg vervelend. Je kunt het vergelijken met een zakje chips. Als je een zakje chips hebt, onderin zitten vaak hele kleine stukjes. Wat doet tijgertje? Ik heb er een foto van genomen. Het is een situatie. Tijgertje gaat dit doen. Mijn zaklamp staat aan. Die schijnt nu precies in mijn oog. Dat was niet de bedoeling. Tijgertje doet dit. Dus tijgertje gooit al die kleine brokjes, gooit ze eruit. Met andere woorden, zuig ze lekker op, want ik hoef ze niet. En als ik de brokjes eruit gooi, krijg ik lekker nieuwe brokjes. Dus ze gaat gewoon die bakjes gaat ze met een pootje leegmaken. Nee, niet alles gaat eruit, maar het is wel een teken van, nu wil ik hele brokjes. Dus nou, ze hebben gisteren had ik weer een nieuwe zak aangebroken, dus toen hebben ze weer nieuwe brokjes gehad. Dus was dat. Gisteravond Flikker Rotterdam gekeken. Hele spannende laatste aflevering. Ik vind wel, je kunt eigenlijk bij Flikker Rotterdam, en dat is eigenlijk bij Maastricht ook, je kunt geen aflevering missen. Nou ben ik ook niet iemand die een aflevering mist. Zou ik het niet kunnen zien, zou ik het opnemen. Maar dat komt eigenlijk nooit voor, want ik kan altijd kijken. Maar ik denk niet dat je een aflevering kan missen, omdat het allemaal wel op elkaar aansluit. En nu komt eigenlijk, krijg je vanaf de aflevering 1 was wat gebeurd. En nu krijg je in deze aflevering kreeg je een ontknoping hoe dat zat. Moeten wij heel goed je aandacht erbij houden, want het is lastig. Daarna had ik eventjes gekeken naar Verslaafd. Vond ik ook wel een bijzondere aflevering. En ik heb Smeres had ik opgenomen. En dat is een politieserie met Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. En dat kwam altijd op Nederland 3. Heb ik eigenlijk nooit gekeken. Maar dat is nu tegenwoordig op NPO Best. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar dat is zo'n zender. Daar heb je heel veel van die oudere programma's. En daar had ik het op opgenomen. Dus daar ben ik ook even in begonnen. Dus ga ik van het weekend ook nog een paar afleveringen van kijken. Om te kijken of ik het wat vind. Ja, ik heb nu eigenlijk verder niet echt een planning. Ik denk even misschien mijn was een beetje opruimen. Want die zal inmiddels wel droog zijn. Ja, mocht er dan nog tijd over zijn. Misschien wat in mijn bullet journal. Maar ik weet het gewoon niet zo goed. Ik heb vandaag niet echt iets waarvan ik zeg dit moet gebeuren. Maar de was op zich opvouwen is ook altijd wel lekker. Ik ga nog even zitten en dan ga ik jullie straks bijzetten als ik iets ga doen. Thank you.
Zo, toch nog even lekker wat getekend. Nathalie zei dat je met je badjas dat je dan al 13 graden warmer had als je die aan zou trekken. Dus ik denk dat ik dat gewoon even ga proberen als ik weer echt volop meerdere spullen nodig heb bij de bullet journal. Dat ik dan even boven lekker ga proberen met een badjas. En als dat niet werkt ga ik even verder kijken. Wat ik trouwens nog niet eens verteld. Ik had gisteravond een spin op de bank. Ik zat gewoon lekker onder mijn kleedje. Ik zat verslaafd te kijken. En ik kijk ineens zeg maar naar de bank. En hij liep zeg maar op dit gedeelte. Ik zie ineens een spin. Hij is wit. Het was een witte spin. Had ik nog nooit gezien. Misschien leek hij ook heel erg wit doordat de bank zwart is. Maar ik ken eigenlijk alleen zwarte spinnen. Dus mijn paniek schoot gelijk... heel erg omhoog. Oh shit, wat nu? Dat beest mag niet weglopen. Hij moet weg. Dus ik had een krant gepakt. En daar heb ik hem in weten te... Sorry, ik zeg het gewoon heel eerlijk. Vermoorden. Spinnen overleven het bij mij niet. Of ze gaan de stofzuiger in. Dan loop je weer het risico dat ze eruit gaan. Of... Nee. Ik heb zo'n angst voor spinnen... En hoor je heel vaak mensen zeggen, joh, pak hem op, zet hem buiten. Ik durf dat niet. Nee, ik heb daar zo'n grote angst voor, dus ze gaan gewoon kapot. Hoe dan ook, zijn alle spinnen. Kom niet in mijn huis, want je komt er niet levend uit. Maar dat was wel even een schrikmomentje. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik heb de verwarming lekker aan. En vanavond eten, straks even lekker douchen. Nagels lak er even afhalen, even een nieuw kleurtje op vanavond. Ik kijk Paul's nummer 1 show en de Lotto Weekend Millionaires. En dan ga ik ga ook nog even een programmaatje terugkijken. Dat heb ik donderdagavond opgenomen. Ik weet alleen even niet hoe dat heet, dat is met Jamai. En dan ga ik nog een afleveringetje smeren, eens kijken. En voor de rest nog even Klee en Rex. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn avond. Ik ga jullie dan morgen weer zien, want mijn telefoon is, of mijn telefoon, mijn camera is bijna leeg. En ik ga nu verder tot niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 17 november. Ik zit even op de bank. Het is goed koud nu. Ik heb alleen de verwarming nog niet aan. En ik wacht daar nog even mee totdat het echt wat later in de middag is. Want ik denk ook hoe eerder ik ga stoken, hoe sneller de boel... hier wel lekker warm wordt natuurlijk. Maar ik weet natuurlijk ook niet wat voor winter er nog aankomt. En ik wil eigenlijk gewoon dat toch een beetje beperkt houden. Nou, aan de andere kant moet je in de kou willen zitten, weet ik ook niet. Straks even foto's maken. Even zometeen stofzuigen. En voor de rest wordt het gewoon een beetje relaxed. Ik heb ook niet echt iets waar ik jullie bij kan zetten. Gisteren had ik geprobeerd om nagels te lakken. Dat ging voor geen kant echt... Ik heb zoveel pogingen gedaan. Nou, ik denk wel 4. En elke keer zag het er gewoon niet netjes uit. Ik was er zo klaar mee op een gegeven moment dat ik dacht... Oké, ik haal het eraf. Ik ga vanavond een nieuwe poging doen. Het gebeurt me niet vaak. Maar op een of andere manier, het hechtte niet mooi. Het hechtte niet lekker. Ik weet het niet. Ik had ook even dat nieuwe spul gebruikt, die tape. Nou, mijn eerste indruk was ik ook niet helemaal kapot van. Maar ik ga het zeker nog een kans geven. Ik ga ook nu gelijk de review online zetten. Want ik wil zeker nog een keer testen voordat ik mijn daadwerkelijke mening hierover wil geven. Gisteravond heb ik de show van Paul de Leeuw gekeken. Vind ik altijd wel leuk. Ook wel humor erin. Je moet ervan houden, maar ik vind het altijd wel leuk. Daarna heb ik de Lotto Weekend Millionaires gekeken. Ik merk toch wel dat de meeste mensen toch wel met een 100 of 5 naar huis toe gaan. Nou, dat is natuurlijk een hartstikke mooi bedrag. Ik bedoel, je komt ook met niks, denk ik altijd maar. Je moet weer niezen. Ik voel een kriebel in mijn neus en hij wil niet. Dan ga ik gelijk weer tranenogen. En ik heb nog een deel van Smeres gekeken. Moet wel even goed inkomen. Ik vind het op zich wel...
wel een goede serie, want ik vind het wel grappig dat je mensen van een hele andere kant ziet. Dus Jeroen van Koningsbrugge ken ik eigenlijk voornamelijk uit De Lama's en uit Ik hou van Holland. En hier zie je hem toch van een hele andere kant als acteur. En ik weet natuurlijk ook dat hij acteur is, want hij heeft wel meerdere dingen gedaan. Gek op Jack vond ik bijvoorbeeld ook heel leuk, maar er zat ook weer een deel humor in. Was toch weer een hele andere rol als wat hij in Smeris neerzet. En daarna nog een aflevering Glee en Rex, dus dat was het eigenlijk ook wel. Ik ben nu echt ook een heel erg leuk boek aan het lezen, die echt lekker wegleest. Hij heet Ego Tripper. Ik zal even opzoeken wie de schrijver is. Misschien voor de lezers onder ons wel leuk. Ik ga even opzoeken. Het boek is van. Nou, ik heb hier. V. Galant. De cover ziet er zo uit. Er komt nog een appje binnen. Ik zal eventjes reageren. Maar dat boek dat gaat over een. Het begin is wel heel grappig. In het begin snapte ik het eerst niet helemaal. Want dan gaat het over een man die in een taxi zit. Hij komt terug van vakantie. Ik dacht in eerste instantie dat het over een oude persoon ging. Nou ja, daarna had ik zoiets van. Toen kwam ik er wel verder in, want toen trof hij iemand aan in zijn kantoor eigenlijk. Hij is advocaat en dat meisje is eigenlijk opgelicht. Ze zit even in de koeien-app. Ach ja, de koeien-app, zo heet dat. Nathalie heeft de app van mijn moeder, Nathalie en mij, de koeien-app genoemd. Eerder heette het de Weet ik veel-app, omdat we de app gebruikten bij Weet ik veel. Toen gebruikten we de app ook naast de quiz Weet ik veel. Toen zei ze, ja, we mogen het alleen gebruiken als we Weet ik veel speel. Maar toen heeft ze de koeien-app genoemd. Dus, even kort bruggetje. Waarom het de koeien-app heet, weet ik niet. Even terug naar het boek. En dat meisje dat heeft een kantoor gehuurd, maar die is heel erg opgelicht. Dus die is heel veel dollars kwijt, zeg maar, aan een kantoor wat eigenlijk helemaal niet te huur was. En nu mag zij dus in dat kantoor blijven en dat vordert zich nu. Maar achter die man, hij is scheidingsadvocaat, daar zit een heel verhaal achter. En nu komt dat verhaal een beetje op gang. Zij is eigenlijk naar New York gekomen voor. Haar oude studiebegeleider is al jaren verliefd op, maar ja, hij geeft daar niet echt aandacht aan. Aan de ene kant is hij wel jaloers, maar aan de andere kant hij gaat ook uit met andere dames, zeg maar. Ja, het is echt een heel erg tof boek. Het leest wel lekker weg. Maar ja, ik hou dan ook wel echt van lezen. Als je zelf niks met lezen hebt, kan ik begrijpen dat je denkt, ja, niet interessant. Ik ga nou eerst even stofzuigen, dan ga ik daarna eventjes foto's maken. Ja, verder denk ik niet zo heel veel. Ik moet wel even de foto's importeren. Want van deze week, de foto's van vorige week heb ik ook niet geïmporteerd. Maar dus doe het even rustig. Jullie zijn een heleboel weer aan het verbouwen. Even rustig. Dat wil ik sowieso even doen. Ja, voor de rest eigenlijk niet zo heel erg veel. Het is ook zondag, dus het kan lekker rustig aan. Dus ik ga eerst even stofzuigen in ieder geval. Zo, Katje, zij hebben net gegeten. Ik ben even de foto's aan het importeren. Het gaat allemaal niet zo van een leien dakje. Hij heeft er een beetje moeite mee. Dus het wordt een heleboel verwijderd. Want hij doet nu een heleboel foto's ook importeren die ik al heb gehad. Dus die hoeven eigenlijk niet. Die moet ik vanavond even handmatig verwijderen. Maar ja, het is gewoon hopen dat hij straks gewoon klaar is. En dan kan in ieder geval alles weer een beetje verwijderd. Kan ik het weer een beetje opruimen. Ik ga nu verder ook niks meer doen. Even lekker relaxen. Ik heb heel erg last van mijn buik en van mijn rug, maar dat hoort er een beetje bij. Straks lekker douchen. Ik heb volgens mij rundvlees, dus dat ga ik straks ook even opzetten. En voor de rest vanavond dus die nagels proberen. Ik ga foto's bewerken. Ik wil even Smeris afkijken en ik kijk Alberto Stegeman. Maar dat kan ik dus mooi doen naar Alberto, want dan val ik in een soort van zwart gat omdat er weinig op tv is. Vanavond ook weer Rex. Ik ga Keizersvrouwen kijken. Dat vond ik wel heel interessant vorige week. Dus ik wil zeker verder kijken.
aflevering Klee. Ja, het is eigenlijk gewoon echt een pure zondag. Gewoon niet zoveel doen. Vanavond weer voor mijn blog aan de gang. En dat is het dan ook wel. Ik ga jullie dan morgen ook gewoon zien. Want ik ga nu ook even nog lekker relaxen. En dan, ja, vind ik het wel mooi geweest. Maar op zondag vlog ik eigenlijk normaal nooit zoveel. Ik hoop dat zo meteen de foto's klaar zijn. Dan kan dat ook opgeruimd worden. Dus ik zou bij deze zeggen gewoon tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 18 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb even mijn licht weer wat anders gezet. Want het is echt heel erg donker in huis. Het is een heel donker dagje. Gisteravond heb ik weer gestunteld met een nagellak. En om welk nagellakje gaat het nou? Het gaat om dit nagellakje van Catrice. Het heeft een naam. Het is de 03 Coral Crush. Nou, ik ging die aanbrengen en ik had het zaterdagavond al een paar keer gedaan. Dat heb ik natuurlijk gisteren verteld dat het niet ging. Gisteravond weer. Het ging gewoon niet. Het ging er gewoon niet netjes op. Het leek alsof er een heel oud lakje in een nieuw potje was gedaan. Zo vreselijk was het. Nou, ik was er op een gegeven moment helemaal klaar mee. Ik zet hem gelijk even terug. Toen ben ik voor een ander oude kleurtje gegaan. Want ik had er erg geen zin meer in. Ik was er helemaal klaar mee. En die bracht boven 100 wel goed aan. Dus ik dacht eerst ligt het aan de nagels. Nee, het lag gewoon aan het nagellakje. Nu ga ik zo even stofzuigen. En ik ga even wat in mijn bullet journal doen. Ik heb verder eigenlijk niet echt een planning. Deze lipstick die hoort dus ook bij die kleur nagellak. Maar ja, die vind ik eigenlijk een beetje te zomers. Maar als deze vlog online komt, is de review gisteren online gekomen. Nee, dat klinkt heel raar. Deze vlog komt donderdag online en woensdag komt de review van deze collectie online op mijn blog. Maar ja, ik vind hem eigenlijk, weet je, nu ben ik thuis, ik hoef de deur niet uit, vind ik het prima. Maar ik vind hem eigenlijk net iets te zomers. Maar ja, goed, ik had ervoor gekozen dit te reviewen, dan moet ik het ook dragen. Ik test producten ook altijd 2 dagen uit meestal. Dus ik maak 2 dagen dezelfde make-up look om te kijken van, ja, hoe bevalt het? Ik vind 1 dag testen vind ik vaak te kort. En voor sommige dingen test ik het langs. Dus nagellak, ja, dat breng ik een keer aan. En dan zie ik wel hoe lang de houdbare datum is op mijn nagels. Hoe lang het mooi blijft. Dus ja, dat was een beetje de struggle. Gisteravond heb ik Keizersvrouw gekeken. Vond ik wel heel mooi. Weer wel heel spannend. Ik heb Klee gekeken en Rex. En ik heb weer een aflevering Smeris gekeken. Ik had eerst Albertus Stegenman gekeken. Dus dat was ook een beetje mijn avond. En ik had de foto's bewerkt. Ik ga zo even stofzuigen. Ik ben nog een beetje moe. Ik heb hele nare dromen gehad. Dus ik werd niet echt lekker wakker. Zal wel goed komen. En dan ga ik straks even creatief zijn. Ik hoop eigenlijk dat ik even dat boven kan zitten. Ja, gezien het best wel weer fris is. Ik moet eigenlijk ook een was draaien. Maar volgens mij zijn mijn dingetjes nog niet droog. Die hangen daar. Die stoelkussentjes. Dat duurt altijd eventjes. En mijn was droog nu momenteel gewoon niet hard. Dus ja, dat blijven we ook een beetje houden. Had ik voor de rest nog iets te melden? Nee, niet zo heel veel. Ik ga zo even vlees uit de vriezer halen. Dan ga ik even stofzuigen. Dan ga ik daarna even lekker creatief zijn. Katjes zijn lekker aan het eten en ik film even met mijn telefoon, want mijn camerakaartje is vol.
even de lamp in de gang uit doen. Nou, ik heb lekker boven gewerkt, zoals jullie hebben kunnen zien. Best wel ver gekomen. Ik heb echt, ja, ik ben echt weer lekker bij. Ik had mijn badjas aangetrokken. Dan zal ik even laten zien wat ik aan had. Jullie hebben misschien wel gezien dat ik een rooi iets roods aan had. Ik heb zelf 3 badjasjes. Ik heb dus deze rooie, die had ik dus nu aan. Deze. Dan heb ik een satijnen. Die is iets minder warm. En dit is meer een kimono. Dat is meer een soort kortere. Die zat ooit een keer bij zo'n slaapjurkje. Maar die draag ik eigenlijk, nou, bijna nooit. Net een keer als ik bijvoorbeeld s'avonds een shirtje aan heb en ik begin te zweten, dat ik die even aantrek. Maar voor de rest eigenlijk niet. Maar die heeft ook 3/4 mouwen. Maar dit zat wel heel lekker. En ik weet, Nathalie leeft sowieso heel erg in haar badjas. Die had ook nog een badjas gekocht bij Primark de laatste keer. Maar dat was nog best wel een lastige klus. Want zij wilde ook gewoon graag een badjas die ze ook bij de sauna aankon. Omdat Frank en Nathalie nog wel eens naar de sauna gaan. En heel veel badjassen bij de Primark die hadden oortjes. Dus op de muts zaten oortjes. Of van die konijnenoren bungelden eraan. Ja, dat vind ik voor kleine kindjes hartstikke leuk. Maar ik denk, ja, dit is een keer zocht Nathalie het. Als je 24 bent, dan wil je dat niet. En helemaal niet als je zo'n ding aan wil naar de sauna. Dan denk je, dan denken mensen ook van, wat is dat voor lijpert of zo. Misschien. Ja. Het was lekker productief. Vanavond kijk ik dat programma op RTL 4 om 8:30. Moet ik even, ik weet even niet hoe het heet. Dat ze dan gaan verhuizen. En dit keer gaan ze vanuit Rotterdam. Dat is met Natasja Vroger, heb ik vorige week verteld. En daarna kijk ik niet beplast. En ik moet nog een artikel schrijven. Dus lekker en mijn eigen programmaatjes weer even lekker klie. En reactie natuurlijk. Dus dat is super leuk. Ik had tegen mijn moeder gezegd, mijn moeder heeft KPN. Dat was nu zender van de maand. RTL Kruis. Tegen mijn moeder kan je ook Rex kijken. Maar dat kon ze helaas niet opnemen. Dat was wel jammer. Mijn moeder heeft niet standaard het pakket waar RTL Kruis in zit. Omdat KPN best wel een prijzig provider is. Dus ze kon het dus gisteravond heeft ze een stukje gekeken. Maar toen zei ze op een gegeven moment al van, oh, ik ga dit niet afkijken met dat meisje waar ik zelf. Dat komt wel goed. Ik ga jullie dan morgen gewoon weer zien. Want ik ga nu nog even lekker chillen. En lekker even rustig aan. Ik heb een beetje last van mijn buik. Dus even lekker relax. Straks lekker koken. En dan vanavond lekker tv kijken en mijn dingetjes doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 19 november. Ik ben klaargemaakt. Vandaag is de kattenbak aan de beurt. Ik ga de gang even doen en de douche. Maar het is niet de week van de grote schoonmaak. Dus dat is op zich wel lekker. Dus meestal ben ik er dan niet zo lang mee bezig. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb een artikel geschreven. Ik moet even kwijt. Ik vond Utopia even heftig. Er kwam een oud inwoner van Utopia 1. En die kwam mij vertellen over zijn situatie. Want die is heel ernstig ziek. En die kwam nu ook met een rollator binnengelopen. En dat was voor de Utopia ook wel even heel erg heftig. En ik wist wel dat het al te gebeuren stond. Want het was ook al in shownieuws geweest. En ik had het ook al wel op de social media gelezen. Maar vroeger, toen bij Utopia 1, vooral in de beginperiode, liepen de afleveringen gewoon 1,5 week achter. En nu is het wat recenter, want volgens mij is die man donderdag op bezoek geweest. En het was dus gisteren op tv, dus op zich loopt dat nu wel wat meer synchroon, zeg maar. Ga je het eerst even kijken? Oh, mijn huistelefoon ligt eraf. Nou ja, die gaat toch binnenkort komen die naar boven, want die ga ik niet meer gebruiken. En even kijken hoor, wat had ik nog meer? Ik zit weer met het licht, want het is weer een beetje zonnig. Dat programma met die zoektocht naar woningen had ik gekeken. Die mensen die woonden in Rotterdam en die wilden dus heel graag ergens anders gaan wonen. Toen kwamen ze dus in Groningen uit. Uiteindelijk had de vrouw, die had bij huis 2 een heel goed gevoel en de man bij huis 3. Dat was een dingetje. En zij dus niet bij huis 3 en hij niet bij huis 2. Nou, uiteindelijk besloten ze toch om in huis 3 te gaan proefwonen, maar ze hebben geen bod uitgebracht, want het gevoel is gewoon niet gekomen bij die vrouw. Maar ik wil zeggen dat het me best wel een grote stap lijkt. Als je vanuit Rotterdam komt en je wilt gaan naar Groningen, ik denk nou, wow, dat is best wel veel. Het was volgens mij ook 2 uur in 3 kwartier rijden of zo. Dat is echt vet lang, bijna gewoon 3 uur. Als je dan zoveel lang bij je familie vandaan bent. Maar ja, goed. Daarna Nienke Plas gekeken. Dat was ook wel heel erg grappig. Want Frenkie Dien die wilde heel graag op het podium.
En zij gaf een show en hij kwam even op het podium. En toen kwam hij het podium af. Toen had hij een boek meegenomen wat over de voortplanting ging. Hoe kindjes ter wereld kwamen. Ja, dat moest natuurlijk even uitgelegd worden. Dat is wel leuk om te zien hoe ze dat dan ook echt uitleggen. Van, ja, echt heel goed gedaan. Daarna Klee gekeken en Rex. En ja, ik vind Klee nog steeds heel erg leuk. Ik denk goede keuze. Al doet het me een beetje denken aan High School Musical. Alleen dit is dan meer de volwassen versie. En ik weet High School Musical, Nathalie was daar heel erg fan van. Die vond het echt geweldig. Nou, ik iets minder. Maar dat komt ook. Wij schelen natuurlijk best wel wat in leeftijd. Dus onze smaak kreeg niet echt op één lijn. Dus ja, dat was het eigenlijk. Wel weer. Ik zou eigenlijk een was moeten draaien, maar dat kan ook donderdag. Ga ik daar goed aan doen? Nee, denk ik niet. Misschien moet ik gewoon toch even een wasje gaan aanzetten. Want ik denk dat die dingetjes die hier hangen, die stoelkussentjes wel droog zijn. Dus ik ga hem eventjes mijn dingen doen. Ik ga eventjes een muziekje aanzetten en dan ga ik even aan de gang. Dus hier ben ik ook weer klaar. Ik ben een beetje verkouden, dus ik denk het lijkt me een goed idee om eraan te gaan beginnen. Zo, ik ben weer klaar met alles. De katjes hebben net gegeten. Ik had mijn statief even gemaakt. Want dit stukje, dat was er dus af. Hij is nog steeds niet joven. Ik moet echt een nieuwe hebben. Kijk. Dit. Ik ga hem even in het licht zetten. Dan kun je het beter zien. Dit zat los. Dus die heb ik nu wel vastgedraaid. Maar het is niet helemaal zoals het moet. Maar ja, ik kreeg het niet beter. Ik ga gewoon met de tijd een andere kopen. Ik heb mijn nagel even bijgewerkt. Die was een beetje beschadigd. Zie je er niks meer van. Maar ja, ondanks alles beschadigt het soms toch een beetje. Ondanks dat ik handschoenen draag en zo. Maar ik vind het wel weer lekker gevoel dat de douche klaar is. Ik heb de boontjes staan klaar. En de gang is weer lekker fris. En de katten hebben weer een schone bak. Dus ik denk dat iedereen weer tevreden is hier. Ik ga nu verder ook niks meer doen. Ik ga lekker even chillen. Foei. En vanavond kijk ik wel lijst voor een prikkie. En Home Alone. En mijn eigen programma's. En ik wil vast met de vlog beginnen, omdat ik morgen er niet aan toe kom. Morgen ga ik naar IKEA en naar McDonald's. Dus dan ga ik dat niet redden om met de vlog te beginnen. En dan ga ik donderdag zeg maar mijn woonkamer doen, omdat ik dat morgen ook niet red. Dus ja, dat is dan eigenlijk voor morgen het plan. Dus dan probeer ik vanavond onder de tv-reclame alvast aan de vlog te werken, zodat dat ook een beetje op de rit is. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren als je ook even op het belletje drukt. Als je op mijn kanaal zelf abonneert, dan krijg je een melding zodra de nieuwe video online komt. En abonneren kan uiteraard ook erop het rondje met mijn gezicht drukken. En ja, dan hoop ik je eigenlijk gewoon weer bij een volgende video weer te zien. En wil ik je bedanken voor het kijken. Dus ik zou zeggen, tot de volgende video.